Ja, passie. Passie. Jullie weten dat van mij. Ik hou van passie. Van gevoel. Van voetballers met passie. Daar ben ik dol op. En daarom kom ik... Daar kom je automatisch bijna uit bij Latino voetballers. Bijvoorbeeld zo'n Anthony. En als je dan denkt aan de bekerfinale, dan denk ik bij mezelf... Ja, Ajax... Die gaat die Anthony enorm missen de komende tijd. Ja, want die Anthony, die speelt echt met zijn hele hart. Met alles. Dat kon je ook zien. Bijvoorbeeld tegen Feyenoord. Ja, en dat vind ik het dus. Dat is al vervelend genoeg voor mij. Hij scoorde tegen Feyenoord. Maar daarna, zoals hij... Juicht het shirt uit en kijk maar naar die beelden, kijk maar gewoon mee hoe dat allemaal ging. En dan staat hij nog met dat shirt nog een keertje en ook dat embleem te tikken en noem het allemaal nog. Ach jongens, dat is, ja, het vuur spat er van af. Dat is zo mooi bij die Anthony. Hij verdedigt ook altijd mee. Hij werkt altijd helemaal zich het lazers. En dan heeft hij ook nog eens een keer die fabuleuze techniek. En geweldig kan hij meedoen in combinaties. Hij kan mensen passeren en snel. En dat allemaal. En dan weet ik gewoon wat jullie gaan zeggen tegen mij. Dan zeg je, hou op over die Anthony. Word ik gek van die gozer. Met zijn aanstellerij. En ja, doet net alsof hij een blessure heeft. Alleen maar om tijd te rekken. En die Martinez, die doen dat ook. Maar beste vrienden, vergeet niet. Dat zijn de Latino voetballers. Latino voetballers. Die spelen met die passie. Maar dat niet alleen. Zij hebben die enorme wil om te winnen. Zij doen er alles en alles aan om te winnen. Het is niet van dat zij denken, nee, ik wil winnen. Nee, ik zal winnen. Ik ga winnen. Kijk naar Tagliafico. Zo ook zo'n vechter, zo'n strijder. Kijk naar Martinez. Die dan ook bij zo'n wedstrijd nog even binnen de lijnen rolt met zogenaamde blessure. En wij met onze nuchtere Hollandse hoofden, wij storen ons daaraan. Wij kunnen daar niet tegen. Ja, kijk ze dan gaan, die aanstellers. En dan gaan we huilen en piepen. Nee, zij doen er alles aan om te winnen. Alles staat in het teken van winnen. En dat vind ik zo mooi aan die Latino voetballers. De Alvarez, ook zo'n voorbeeld. Altijd daar, weet je, altijd die strijd. En dat is die passie, dat is het. Dat gevoel, dat moeten we hebben. Dat moeten we gewoon leuk vinden en niet erop afgeven. Anthony, go!